Mijn naam is Leonie, ik ben 28 jaar en woon en werk in Amsterdam. Ik ben tweedejaars student van de opleiding tot anesthesiemedewerker. Ik werk in het Amsterdam UMC, locatie VUMC. En het theoriegedeelte wordt verzorgd door de Amsterdam Academie. Het is een pittige opleiding waarin je sterk in je schoenen moet staan. Er wordt van je verwacht dat je oog hebt voor de patiënt, goed kan communiceren, met alle betrokken disciplines, technisch inzicht hebt en je mannetje kan staan in stressvolle situaties. Een dag is nooit hetzelfde. In de lessen komen veel ziektes en aandoeningen aan bod. Hierdoor creëer je een brede medische kennis en ben je inzetbaar bij alle operaties, zoals neuro, trauma of kinderchirurgie. In het academisch centrum werk je de ene dag op de shockroom en ben je onderdeel van het reanimatieteam. En de andere dag heb je acute dienst en sta je bij een sectio om een kind geboren te zien worden. Maar je bent ook inzetbaar bij de buitenlocaties, zoals de MRI en de ECT's. De opleiding en het werk geeft mij veel voldoening en vraagt tegelijkertijd ook veel. In de avonduren zit ik vaak in de boeken om mij voor te bereiden voor de volgende operatiedag. Ik lees mij dan goed in met welke patiënten, systemische aandoeningen en ingrepen ik te maken krijg. Zo kom je de dag zelf niet voor verrassingen te staan, maar wel voor leuke uitdagingen.